Een tussentijdse oriëntatie is altijd nodig om naar de stand van zaken te kijken. Dit zegt Tashana Losje, ondervoorzitter van de commissie die het project Teri den Scoro Fulatour uitvoert. Dit project wordt uitgevoerd op 16 basisscholen van Latour en omgeving. De tussentijdse oriëntatie is begonnen op de Tindali School te Latour 2, waarna de commissieleden naar de OS Majusteeg, de Herman Jozef School, de Sint-Lutina en de HPG Latour School zijn geweest. Volgens Loché is het altijd een wens van haar geweest een school van haar oude buurt te adopteren en te renoveren. Latour is een van de kinderrijke buurten van Suriname. Ik heb eigenlijk aangegeven aan enkele toppers heb ik aangegeven, zeg, het is altijd een droom van mij geweest om een school te adopteren. En sinds ik dus kind ben uit het gebied Latour, wil ik dus een school hier gaan adopteren. En als jullie me dus de ondersteuning kunnen geven. En de toppers zeiden gelijk, nee, je gaat niet één school adopteren. We gaan allemaal adopteren. En op een gegeven moment, na een dag eroverheen geslapen te hebben, toen zei ik, weet je wat, ik denk toch niet dat ik het alleen kan. Laten we dus een commissie gaan oprichten. En zo is dus de commissie ontstaan, Teri den Scoro Fulatour. Nu praten we over Teri den Scoro Fulatour, want het krijgt een verlengstuk. We zijn nu ook bezig in Para-Teri den Scoro Fulatour, Para-Teri den Scoro Fulatour Brokopondo. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de achterliggende gedachte van de commissie. En zo zijn we dus op dit idee gekomen. En na de adoptie hebben we rondleiding gedaan op de scholen en het zag er niet mooi uit. Ik wil eerlijk zeggen, het zag er niet mooi uit. Dus we zijn hier en daar bezig geweest. En uiteindelijk heeft de minister Financiën in samenspraak met het ministerie van Onderwijs dus het project goedgekeurd. Vandaar dat we vandaag hier mogen staan om dus een tussentijdse opname te nemen. Om te kijken wat al gerealiseerd is, wat nog gedaan zou moeten worden. En natuurlijk kleine correcties. Hendrik Klas, ondernemer en aannemer van het project, geeft aan dat elke school een ander probleem had. Dat was de reden dat de renovatie van sommige scholen eerder af was, terwijl dat van anderen niet. Loché benadrukt dat dit geen politieke stunt is en dat de commissie los staat van de politiek. Alle scholen zijn een beetje verschillend, hè? En de problematiek van bepaalde scholen die zijn veel groter dan van andere. Dat is de reden dat je op bepaalde scholen hebt dat als we in het weekend gewerkt hebben, dat de kinderen toch een dagje elders moeten vertoeven om onderwijs te kunnen genieten. Zodat bijvoorbeeld het verf kan gaan drogen of wat dan ook mag gebeuren. Is dat ook het geval op de kleuterafdeling van de HPG? Ja, dat is nu het geval op de kleuterafdeling van de HPG. Dus ik zou in principe niet zeggen van dat het een waarschijnlijk een staartje heeft. Ik vind dat we eigenlijk als samenleving gewoon blij moeten zijn. Het maakt nou niet uit als het nou te laat is of als het nu pas gerealiseerd wordt. Het punt is, het is gedaan voor de leerlingen, voor de kinderen, de leerkrachten niet te vergeten. Want hun hebben echt te verduren op de scholen. Dus ik zou zeggen, laten we blij zijn en niet meer gaan kijken waarom nu pas en waarom dit en waarom dat. Zonder vinger te wijzen, gewoon blij zijn. Tashana Loché, ondervoorzitter van de commissie Teri den Scoro Fulatour. En daarvoor Henry Klas, ondernemer en aannemer van het project. Wij spraken hem vanmorgen naar aanleiding van de tussentijdse oriëntatie op de basisscholen van Latour, die gerenoveerd worden. Het project is geraamd op 10 miljoen SRD.